Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvius-producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, een hele goede dag. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. Seizoen 2 staat op het punt van beginnen. En wel met een hele speciale vrouw. Een vrouw waar het heel fijn naar luisteren is bovendien, want ze heeft de stem van een nachtegaal. En het kwik in de studio is gelijk een paar graden omhoog geschoten, want niemand minder dan de mooiste vrouw van Nederland is aanwezig om seizoen 2 met ons af te trappen. Mag ik het horen voor Romy Montero? Dankjewel. Wat een mooie intro dat jullie op deze manier een soort van women empowerment brengen. Ja. Dat leuk. Dacht ik ook. Ja. Ja, fijn dat ik mag aanschuiven vandaag. Dankjewel. Ja, fijn dat je er bent. Heel gezellig. Hoe gaat het met je? Je zegt net heel fijn om naar te luisteren. Normaal gesproken heb ik een iets minder schorre stem. Mm-hmm. Maar ik heb dat nu wel een beetje. Het gaat goed. Mm-hmm. Ja hoor. Ja, fijn. Ja. Hey, we nemen altijd aan het begin van de aflevering nemen wij het cv door van onze gast. Oh. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is jouw volledige naam? Romy Johanna Camberi Montero. Ik hoorde die ene laatste, die was mooi. Die was bijzonder. Mijn achternaam? Camberi. Ja, Camberi. Ja. Dus ik heet Romy. Ja. Mijn oma, mijn Nederlandse oma heet Johanna. Mm-hmm. En mijn Afrikaanse Angolese oma heet Camberi. En dan heb je mijn vader heet Montero. Ja, want welke bloed stroomt er allemaal door jouw aderen? Ja, heb je even? Ik heb even. We hebben de tijd. Mijn moeder is Nederlands. Mijn vader is Braziliaans-Portugees-Angolees. En dat klinkt een beetje veel, een beetje gek, maar zijn dan koloniën van elkaar. Ja, en inderdaad, ze hebben allemaal verbindingen. Ja. Ja, volgens mij is mijn opa een Braziliaanse-Portugese legerofficier en mijn oma een Portugese-Angolese vrouw of zo. Zoiets dergelijks. Maar de details weet ik niet, want ik ben alleen opgevoed door mijn moeder. Dus, Ja. We hebben wel een hele bijzondere mix aan culturen. Dat wel, ja. En ik ga volgende maand toevallig naar Brazilië. Echt? Ja. Oh, wauw. Toch ook terug naar de roots. Zou je denken, maar ik ga voor Fear Girl. Dus we gaan niet echt Brazilië ontdekken, maar we gaan voor Fear Girl. Dus we gaan naar hele andere. Ja, eigenlijk een best wel zwaar beladen trip. Want eigenlijk jij bent wel ambassadeur van Fear Girl. Ja, absoluut. En dus we gaan niet het mooie Brazilië ontdekken, maar het pittige ontdekken. Brazilië, maar alsnog vind ik het heel leuk om er naartoe te gaan. Ja. Gewoon, de eerste keer dat ik in Afrika landde, daar had ik ook het gevoel van, ook was het niet het land waar mijn vader vandaan kwam, maar had ik ook het gevoel van, hier ligt wel een soort van ook mijn roots. Dan, zoals ik elk jaar ook naar Portugal ga, heb ik dat ook. Ja, bijzondere trip, denk ik. Ja, naar Brazilië? Ja, zeker. Oh my god. Ja, wij hebben natuurlijk ook met de afgelopen FGM 500... Ja. Hebben het super mooi. Jullie gedoneerd, hè? Ja, zeker. We hebben een veiling georganiseerd voor Free Girl. Ja. Bijna 10.000 euro opgehaald. Dus dat is mooi dat we daar collecten. Ja, mooi dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen. Ja, heel fijn. Wat is jouw hoogstgenoten opleiding? Marketingcommunicatie, HBO. In Amsterdam? In Amsterdam, particuliere opleiding. Hoe was dat? Superleuk. Mm-hmm. Het zit op de Jan Luikestraat. Dat is de straat achter de PC Hoofdstraat. En mijn middelbare school heb ik ook particulier gedaan. Dus ik zat tussen allemaal Jan, Willem, Evert, Egbert en dit allemaal. En ik kom officieel van een woonwagenkamp. En ik heb ook een kleurtje. Ja. Dus dat is best een bijzondere mix dan om dan zulke scholen terecht te komen. Ja. Maar dat vond ik eigenlijk alleen maar heel cool. En dat werd heel erg gewaardeerd. En heel veel klasgenootjes wilden heel graag mee. Mag ik meer mee naar het woonwagenkamp kijken op bezoek en zo? Dus dat was allemaal heel geinig. Ik heb niks. Ik heb een opgegroeid en ik dacht, ik wil echt niks te maken met showbusiness. Mm-hmm. Ik wil alles behalve dat. Omdat je moeder daar al zo nadrukkelijk mee... Omdat mijn moeder daar, omdat ik zag dat mijn moeder daar heel hard voor werkte. En ik denk dat de meeste meisjes opgroeien met dat ze naar een show gaan en de glamour kant zien. En denken, daar wil ik ook staan. En ik ben natuurlijk opgegroeid met de achterkant. Ik zag de druk, de afwijzing, het harde werken, het late uren. En ik was erbij ook nog
best wel een schaams meisje. Ik haat de spreekbeurten en je vindt geen goed nieuwsstukjes van mij en zo. Dat, ik vond het allemaal heel doodeng. Dus ik ben marketing en communicatie gaan studeren. Mm-hmm. Dat leek me cool. Maar toch kruipt het bloed waar het niet aan kan, zeggen ja, ze. Hè? Het is toch grappig hoe dat zich heeft ontwikkeld. Want kijk nu eens. Ja. Nu ben je gewoon een toneeltijger. Ja, allround entertainer. Allround entertainer, ja. Dat zeg je heel mooi. Ja. Hey, wat is je huwelijkse staat? Mijn huwelijkse staat is vrijgezel. Ja. Ja, dat is recentelijk. Ja. Jasper en ik hebben 4,5 jaar een hele fijne relatie gehad. En ik denk nog steeds dat het weer bij elkaar komt. In ieder geval, dat is de bedoeling. Ja. Maar we moeten elkaar even een break gunnen. Mm-hmm. Even wat ruimte gunnen. Omdat als je 4,5 jaar lang heel intens met elkaar leeft, dan verkleef je ook een beetje. Ja. En het is goed om jezelf weer even terug te vinden en even apart te zijn. Ja. En hopelijk komen we dan weer bij elkaar. Ja. En als niet, dan was het niet meant to be. Mm-hmm. En als wel, was het wel meant to be. Ja, precies. Ja, net zo het nu een stapje terug doen om er hopelijk later weer twee vooruit te zetten. Precies. Jullie zijn een schitterend koppel. Jasper heeft natuurlijk ook... De foto's gemaakt, ja, ja, absoluut. Zeker, ook bijzonder, ja. Toch? Ja, ja, absoluut. Ja, ook voor ons als FHM dat je een stijl hebt die de hoofdrollen vertolken, zeg maar. Ja, ja. Ja, nou ja, het voelt daardoor ook heel veilig om gewoon... ja, letterlijk mijn kleren uit te trekken en mijn lingerie te staan. Want ja. Voor de fotograaf. En dat ik heb ik in principe al 4,5 jaar gedaan. Ja. Dus dat was niet zo spannend. Nee, precies wat jij, waar we het ook bij het eerste telefoongesprek over hadden. Want wij fotograferen in principe alleen met vrouwelijke fotografen. Zodat door vrouwen wordt gemaakt wat gaat over vrouwen. Maar ja, dit is een unieke situatie. Precies. Waarbij je vriend topfotograaf is. En wat jij ook al aangaf, veiliger gaat het niet worden. Nee, precies. Nee. Ik zou me ongemakkelijker voelen bij vrouwen. En niet per se, maar ik bedoel... Meer dan bij Jasper. Ja. Dat waren bij Jasper helemaal niet. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus vandaar kwam die samenwerking, die stand. Ja. Duidelijk. Wat was je eerste bijbaantje? Ik begon toen ik 13 was. Toen nog helemaal niet mocht werken. Mm-hmm. Bij de IJsselon. Ook leuk. Ja, vond ik ook echt heel leuk. Ik ben later ook een keer nog een paar keer teruggegaan. Mm-hmm. Want mijn nichtjes zijn er ook gaan werken. En toen dacht ik, ik ken die basis heel erg goed. Want ik kom daar al sinds ik een baby ben. Ja. En vandaar ook dat ik er mocht werken toen ik 13 was. Mag ik nog één dag een ijsje scheppen? En nu ik weer in Utrecht woon, denk ik dat ik dat weer ga voorstellen. Want ik vond het zo leuk. Ik vind het zo leuk om gewoon kindjes een ijsje te geven. Het klinkt heel stom, maar ik vond het gewoon super cute. Je kan kinderen niet blijer maken, heb ik het idee. Ja, dus het is gewoon heel erg leuk. Het is ook leuk voor hem om dat gewoon een dagje te doen. En ga ik vast wel een keer doen. Ja, leuk. Leuk bijbaantje. Dat was mijn eerste baantje. Wat voor auto rij je? Ik rijd nu nog geen auto, maar E-Chris is mij aan het helpen aan een auto. Want ik woon natuurlijk Amsterdam Centrum. Mm-hmm. Een auto hebben daar is de hel. Ja. Maar nu woon ik gewoon weer in Utrecht. En zoek ik voor een tijdje dus een auto. En zijn wij bezig met een Mini Cooper. Leuk. Ja. Leuk. Is dat ook echt de auto van die wil ik hebben? Die had ik altijd vroeger ook. Kijk. Ja. Ja. Heerlijke auto. Ja. Ook fan van. Ja. Hoeveel uur werk je in een week? Dat is moeilijk. Dat is lastig voor mij, omdat ik meerdere beroepen doe, zeg maar, om zo maar te zeggen. Dus ik ben een zangeres, dus ik heb morgen twee optredens. Maar ik heb ook presentatieklussen, waar je dan weer teksten voor moet leren. Ja. Ik heb ook voor morgen de optredens dansjes, die ik weer eventjes weer terug moet halen, moet ik ook weer leren. Dus heb ik gisteren weer uurtjes gemaakt. Ik ben ook een influencer, dus daar maak je ook weer uren voor. Dus ik zou het niet kunnen uitdrukken in hoeveel uren. Ik sta eigenlijk altijd aan. Ik probeer nu wel heel duidelijk te bewaken dat als ik een dag werk, dat dan de rest van de dag, zoals het nu hebben wij een podcast, de rest van de dag werk ik in principe niet. Mm-hmm. Ja. Misschien dat ik nog een klein beetje dan wel dan joelen, maar in principe werk ik niet. Een klein dansje voor de spiegel. Alleen dansje voor de spiegel, ja. Is het moeilijk om altijd aan te staan? Of, zwaar? Ja, dat raad ik iedereen af. Ja. Absoluut. Mm-hmm. Je moet absoluut, als je het werk hebt wat ik doe, dus voor jezelf zelfstandig of entertainer of iets dergelijks, moet je zorgen. Want dan werk je ook vaak in het weekend. En heb je zo niet door dat je in één keer helemaal een week helemaal niet vrij hebt gehad. Ja. En dat is echt slecht. Dat breekt je echt op. Ja. En dat heeft me al een keer opgebroken, dus daar heb ik gewoon van geleerd. Ja. Dus nu maak je daar gerichter, onderneem je daar actie toe. Zet ik letterlijk blokdagen in de agenda. Ja.
Nou, heel goed. Goede tip gelijk voor mensen die zichzelf ook dreigen te overwerken. Ja. Ja. Ben jij zelfstandig of in loondienst? Ik denk dat ik het wel weet. Zelfstandig uiteraard. Ja. Ja. Ben je wel eens in loondienst geweest? Ja, bij de musical ben je dan. Dan ben je in musical. Ja. Dan ben je in loondienst, bedoel ik. Ja. En ik ben ook in loondienst geweest bij de Avrotros. Oké, okay, als presentatrice. Ja, als presentatrice. Ja. Maar daar ben ik ook volgens zelfstandig gegaan. Ja. Ja. Mooi. De vraag die wij altijd stellen aan onze gasten is... heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Minder. Minder. Ja. Ja. Heb je ook al eens jaren gehad dat je erboven zat? Ja. 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 Ja, kijk, bij het entertainmentvak is dat een beetje ups en downs. Mm-hmm. Dus de ene maand heb je, weet ik veel, 15 optredens. En de andere maand heb je er één. Dat ligt echt aan het aantal... Dat ligt aan een periode. Ja. Ik weet nu al bijvoorbeeld dat december super mega druk is. En dan heb je januari. En dan denk je, dan is het rustig. Nee. Dan komen de januariborrels. Maar er zijn ook maanden bij die echt heel rustig zijn. Ja. Is dat soms wel eens zorgwekkend als het te lange tijd te rustig is? Nee. Ik heb, ja. Dat je toch een beetje... Vroeger had ik dat wel. Mm-hmm. Maar inmiddels heb ik dat niet meer zo. Ik heb ook gewoon hard gewerkt. Ik heb gespaard. En als dan een paar maandjes minder gaat, dan maak ik me daar niet gelijk heel erg... Ik heb geleerd te vertrouwen in het ups en downs van het vak. Ja. Dus daar schrik ik niet meer zo snel van. En inmiddels ben je ook nog een gevestigde naam. Weet je echt wel dat het weer aan gaat trekken en dat er wel weer dingen gaan komen? Ja, nu heb ik lang geen muziek uitgebracht. Wel muziek aan het schrijven. En ik weet ook dat als ik op een gegeven moment weer muziek uitbreng, dan gaan ook weer balletjes rollen. Ja. Dus Ja. Hey, laten we even bij het meest recente beginnen. Want de FGM 500 Awards liggen nu een tijdje achter ons. Mm-hmm. Hoe kijk je nu hierop terug? Nou, ik heb al een paar gratis drankjes gehad. Ja. wat we zeiden, heb jij niet? Ja, dat ben ik. Dat ben ik inderdaad. Oké, okay, nou dan krijg je het drankje van mij. Dat is heel cute. Oh, wat grappig. Ja. Maar meestal vind ik het wel een beetje ongemakkelijk hoor. Mm-hmm. Als mannen met me vragen of wat. Dan vind ik het gênant om te zeggen, ja, dat ben ik. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Maar online. Ja. Krijg ik heel veel support. En, ja, fijn. Ik weet niet. Ik vond het wel heel leuk. Leuk. Ja. Dat is goed om te horen. Dus gewoon de reacties zijn eigenlijk wel heel positief. Ja, kijk, luister. Smaakverschillen, ja, toch? Altijd, zeker. Dus ik heb ook voorgenomen bepaalde sites niet te kijken. Heel goed. Omdat, ja... Je kan niet, niemand kan iedereen tevreden stellen. Nee. Maakt niet uit, ook Doutzen niet, zeg maar. Precies. Weet je? Dus ook nou misschien JLo. Nee, maar we gaan het bedoeld toch? Ja, dus, zeker. Dus daar probeer ik gewoon niet naar te kijken. Nee. En ik moet zeggen, op mijn profiel was het allemaal vrij positief. Ik moet zeggen, bij ons ook. We hebben wel overal jaren gehad waarin er echt veel meer haatreacties waren. Naar, heel naar, ja. Vervelend. Maar het is natuurlijk ook een bepaalde titel. Weet je, de mooiste vrouw van Nederland, dat is voor iedereen anders. Tuurlijk. Dus daarom wat je zelf ook al zegt, je kan nooit iedereen tevreden stellen met zoiets. Nee, maar ik denk wel met mezelf, oké, je kan het er niet mee eens zijn. En dat mag je ook, als je dat wil uiten, we zijn een vrij land. Maar je hoeft niet gemeen te zijn, zeker, toch? Zeker, helemaal mee eens. Ja, je kan wel gewoon respectvol blijven en beschaafd blijven. Niet mijn mooie vrouw, niet mijn smaak, bijvoorbeeld. Prima als je dat, je dat vindt. Ja, zeker. Be my guest. Ja. Ik vind het ook lang niet elke man even knap, dus ja. Nee, toch? Gelukkig maar. Ja. En hoe, dit jaar hebben we natuurlijk wat een en ander veranderd aan onze verkiezing. We hebben een vrouwelijke jury geïntroduceerd. Hoe kijk je naar het concept van de FGM 500? Ook in het licht van dat er elk jaar toch wel weer ook een hoop tegengeluid is. Ja, jij zat laatst bij Jinek ook natuurlijk. Klopt. Ik ben super voor de vrouwelijke jury. En ook het feit dat, net als op de shootdag zelf, er waren alleen maar vrouwen. Behalve dan Jasper natuurlijk. Ja, en ik. Het is eigenlijk best wel heel vrouwvriendelijk. Mm-hmm. Aan het worden, of is het dan nu al eigenlijk. Mm-hmm. Ik zou niet weten waarin je nog meer vrouwvriendelijk dan zou moeten worden. Want jullie hebben dus al een vrouwelijke jury erin. Vrouwelijke fotografen. Ja. En voor de rest ben ik nog steeds gewoon voor het vieren van de schoonheid van de vrouw. Ja. Want dat moeten we ook niet vergeten. Dat mag nog steeds, vind ik in ieder geval. Zeker.
En ik hoop dat dat blijft. Ja, nou dat zeg je heel mooi. Daar heb ik vrij weinig aan toe te voegen. Hey, we gaan even beginnen naar terug in het begin van jouw loopbaan. Of ja, eigenlijk gaan we helemaal terug naar toen jij nog een klein meisje was. Want wat wilde jij vroeger worden toen jij nog een kleine Romy was? Dat is een goede vraag. Toen ik echt een kleine Romy was? Ik zou het eigenlijk niet meer zo goed weten. Je had niet één uitgesproken ding ik wist wel, kijk, mijn moeder moet me natuurlijk alleen opvoeden. Dus het voorbeeld van hard werken heb ik altijd heel erg gezien. En dat heb ik meegekregen. Dus daarom begon ik met mijn eerste bijbaan toen ik 13 was. En ben ik nooit gestopt met werken. Toen daarna ben ik bij de Douglas gaan werken. En daarna ben ik bij Players gaan werken. Die bestaat niet meer, alleen in zaken was dat. Daarna ben ik bij Paul Warmer gaan werken. En toen ben ik gaan studeren. En toen tijdens mijn studie ben ik altijd... Ik snapte ook nooit dat andere meiden in de weekenden niet werkten. Mm-hmm. Ik dacht tegen mezelf, maar wat doe je dan? Ja, zijn ze ja, gewoon chillen. Ja, dan doe je toch zo'n 's avonds naar school of naar je werk of zo. Je bent toch gewoon altijd gewoon aan het werk. Ja. Omdat ik dat voorbeeld altijd heb meegekregen. Maar ik denk dat ik... vrij snel wist dat ik marketingcommunicatie wilde gaan doen. En dan wilde ik iets te maken hebben met films. Ja. Want ik ben dol op film kijken als sinds jongs af aan. Weet ik. Ja. En ik dacht, ik wil iets van marketing en PR in films gaan doen. Of ik word een filmrecenseur of recensent. Ja. Hoe zeg je dat? Filmrecensent. Recensent. Tegenwoordig met vrouw, ik weet niet meer wat je wel niet mag zeggen. Dus ik denk dat ik dat op een gegeven moment wilde worden. Ja. In ieder geval iets in die richting. Mm-hmm. Ja. Op een gegeven moment kwam er toch een andere slag in jouw carrière. Ja, een kantelpunt. Ja. Een kantelpunt, precies. Want in 2014 deed je mee aan The Voice of Holland. Ja. Ja. Waarom besloot je daaraan mee te doen? Ik denk 1 of 2 of 1,5 jaar daarvoor ging mijn toenmalige beste vriendin ging verhuizen naar Rusland. Voor haar vriend, die ging naar voetballen. En kijk, je moet je voorstellen, ik zong nooit. Dus niemand kan ooit tegen jou zeggen, hey, wat zing je mooi. Dus ik had geen idee dat ik mooi kon zingen. Mm-hmm. Maar ik neuriede wel eens mee in de auto en met een vriendinnetje. Weet je wel, dan zing je wel eens wat liedjes mee. To the left, weet ik wat daar toen allemaal was. En toen zei zij, wil je alsjeblieft op ons afscheid / verjaardag. Ze hadden een soort van afscheidsfeest, liefdesfeest. En zei hij als jaren geloof ik op Valentijnsdag een liedje voor ons zingen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal. Maar ja, ik kan ook geen nee zeggen, want dit is wel heel bijzonder, want ik ga je straks misschien heel lang niet zien. Dus dan ga ik een liedje voor je zingen en dan ga ik I Always Love You voor je zingen. Whitney Houston. Ja, waarom ik dat dacht? Een van de moeilijkste nummers, geen idee. Mijn moeder zei ook, zet maar wel een slim idee om dat te gaan doen. En toen zei ik, ja, dat ga ik doen. Dat voelde ik heel sterk dat ik dat moest doen. En toen ging ik dat dus doen. Onvoorbereid. En toen was iedereen helemaal in, oh, was helemaal wauw. Toen dacht ik, oh... Hé, maar dit is leuk. Dit vind ik wel vet. Oké. En toen ben ik een beetje gaan zanglessen hier en daar. En toen in dat restaurant, die eigenaar, die vond mij zo goed. Dat hij zei, wil je niet dan af en toe voor bijvoorbeeld, weet je wel, 200 of 300 euro een liedje komen zingen tijdens van die dinnershows. En dat heb ik toen gedaan. En dat hebben een aantal mensen op YouTube gezet. En dat hebben Voice Scouts gevonden. En die hebben met hun opgebeld. En toen net zo recalcitrant als dat optreden, heb ik gelijk ja gezegd op The Voice. Ja. Zonder met mijn moeder te overleggen. En wederom zei mijn moeder weer, nou, moeten wij hier niet even over praten? Moeten we hier niet even rustig over nadenken? Ik zei, nee, dit voelt heel goed. Dit voelt als iets wat ik moet doen. En ik weet eigenlijk niet of ik het mag zeggen, maar zij wilde heel graag dat ik auditie deed met Bleeding Love van Leona Lewis. Oh ja, ja. En ik dacht, nee, ik ga auditie doen met I Always Love You. Dat is mijn... That's my song. Precies. Ja, ja. Doe even een stukje. Ja, ik weet niet. Dat was gewoon een heel speciaal liedje voor mij. En dat deed ik dus de eerste keer. En dus bij Blind Audition. En toen ik ben geboren in 92. Toen kwam die film uit. En mijn moeder, die zei altijd tegen mij... zelfs verliefd op Kevin Costner. Mm-hmm. En die heeft in de wieg altijd I Always Love You voor mij gezongen. Dus ik denk misschien onbewust dat met dat liedje mij een soort van rustig maakte. Of ja, ik weet niet. Dat was gewoon... Ik dacht, ja, als ik ga... Voor The Voice, dan ga ik met die song. Go hard or go home. Weet je wel, zo'n soort vibe. Nou, dat heb ik gedaan. Mooi, je bent op jonge leeftijd ben je gewoon geïndoctrineerd met het nummer
I will always love you. Ja. Dat is nog steeds een levenslied. Het markeert meerdere punten. Het is mijn levenslied. Ja, levenslied. Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen ging de voice doen. En toen heel veel mensen denken dat ik de bodyguard heb gekregen vanwege dat stukje. Ja. Vanwege I always love you. Dat is niet waar. Albert Verlinde die zag pas de Rachel Maron, dus zeg maar de rol die Whitney speelt in The Bodyguard, in mijn laatste liedje, toen ik eruit ging in Crazy in Love, in mijn fierceness. Mm-hmm. Toen dacht hij, oh, zij kan ook wel Queen of the Night spelen. Zij kan echt wel die fierce rol, want die rol van in The Bodyguard is heel fierce. Ja. Wat bedoel je daarmee? Fierce is heel sterk vrouw. Ja. Is heel erg een diva. Heel erg dat. En dat laat je in I Always Love You helemaal niet zien. Mm-hmm. En toen mocht ik auditie doen voor die musical. En toen dacht ik, nou ja, zijn moeder, ja, is wel goed om auditie te doen. Dus altijd goed auditie doen, is altijd goed. Leer je misschien van. Leer van, word je misschien understudy of misschien wel in het ensemble of zoiets dergelijks. Goed voor je om te leren. En toen kreeg ik de hoofdrol. Ja, ook dat nog. Ja, ineens. En op de 22e. En niet in de minste musical. Nog nooit musical ervaring gehad. Nog nooit dansles gehad. Nog nooit acteerles gehad. Alles moest ik heel snel gaan inhalen. Ja, hoe ging dat proces eraan toe? Want je was een onbeschreven blad. Ja. En moest alles in no time gaan leren. Want hoe lang de tijd had je voordat je dat zou gaan beginnen? Een half jaar tot de repetities gingen beginnen. Dus. Ja. Maar dus ik moest binnen een half jaar repetitie ready zijn. Mm-hmm. En dan bij repetitie ready zijn bedoel ik dan dat je in ieder geval mee kan dansen met de rest. En mee kan acteren met de rest. En mee kan zingen met de rest. En de rest is het ensemble. Die allemaal al jarenlang een musicalopleiding hebben gedaan. En ik had dat niet. Ik had marketing communicatie gestudeerd. Ja. En schoenen verkocht. En weet ik het allemaal. Dus ik heb acteerles gehad van Kitty Coubois. Okay. Die is helaas niet meer, maar dat is echt een acteerlegende. Mm-hmm. En ik heb dansles gehad en ik heb extreem veel zangles gehad. Bij mijnzelfde vocal coach die ik nog steeds heb van Vocal Center. Zijn we echt urenlang, nou nog net niet letterlijk bloedens toe, Whitney gaan zingen. En opnieuw die uithaal. En opnieuw. Zodat ik klaargestoomd was om te gaan repeteren. Ja, was het een zwaar traject? Ja. Hoeveel uur maak je toen in de week? Want ik kan me voorstellen dat die dagen, dat lange dagen waren. Ja, maar je kan natuurlijk tot zover maar je stem belasten. Ja, ook zo. Maar ik denk dat ik hem wel 3 of 4 keer in de week zag om te trainen. Ja. Zangtechniek, los van nog de danslessen en de acteerlessen. Mm-hmm. Ja. Ja. Een bijzondere. Ja, maar dat vond ik heel leuk. Ja. Ja, want ik hou van eigenlijk dingen die iets te moeilijk zijn voor mij. Mm-hmm. Dan ga ik me erin vastbijten en dan. Dan moet je jezelf eigen maken. Die lat. Je houdt van die lat hoog te leggen. Als ik voel dat ik het wel kan, dan vind ik het niet zo leuk. Ja. En hoeveel shows van de Bodyguard heb je in totaal gedaan? Die vraag stelt, wordt mij zo vaak gesteld. Ja? En ik weet nooit het antwoord. Maar wat ik je wel kan vertellen, is dat ik heb de show 2 jaar gedaan. Ja. En in het begin deed ik de show 6 keer in de week. En toen brak ik na 2 weken een arm op toneel. Oh jee. En toen moest ik eigenlijk 6 weken gips, maar na 2 weken ging ik gewoon weer op. Was dat verstandig? Nee. Deed dat pijn? Ja. Was dat toen mijn professionele keuze? Ja. Maar toen kon ik niet alle shows doen. Nee. Dat kon natuurlijk mijn arm niet aan. Mm-hmm. Dus we zijn weer op gaan bouwen en ik ben niet meer bij gaan houden hoeveel shows ik heb gedaan. Maar ik heb er vrij veel gedaan. Ja. Ja, 2 jaar lang, 6 dagen in de week met hier en daar een pauze waarschijnlijk. Maar dat is dat tikt flink aan. Ja, want ik ging ook natuurlijk tijdens de bodyguard ging ik ook presenteren. Ja. Dus moest ik dat weer pauzes van nemen. Ik ging dance doen. Ja. Dat soort dingetjes. Ja, ik ging heel veel dingen doen. Met je moeder, toch? Met mijn moeder, ja. Ja. En je moeder is ook oud musical actrice. Zeker. Jij was natuurlijk, je ging onervaren ging je de bodyguard spelen, maar je hebt wel een moeder met een rots aan of een dijk aan ervaring in de musical industrie. Ja. In hoeverre heb jij iets aan haar ervaring gehad? Ze kon me vertellen wat upstage en downstage was. Maar verder, ja, elk musical is anders. Mm-hmm. Elk regisseur is anders. Elke cast is anders. Zij kon me alleen vertellen, de company manager had zij ook, tijdens Aida. That's it. Ja. That's it.
Dus... En zij kon natuurlijk, kijk, toen ik in de musical zat en tegen bepaalde dingen aanliep, kon ik mijn hart heel erg legen. En snapte zij die dingen meer dan dat mijn toenmalige partner dat dus snapte. Want die, ja, musical is echt een totaal andere wereld. Die wereld snapt zij. Maar ze heeft me niet in die zin echt kunnen voorbereiden. Ook omdat ik vroeger, als ik jong meisje meeging naar mijn moeders werk, ging ik mee met totale desinteresse voor het vak. Ik ging echt mee voor gewoon mijn moeder, met mijn moeder zijn en lekker de veertjes plukken van de jurken, van de kostuums en met die meiden kletsen en dat soort dingen. Ik ging totaal niet in de coulissen kijken hoe dat daar aan toe ging of zo. Nee. Nee, dat denken mensen, maar ik ging er echt blind in. Hey, financiële vraag aan jou, hè? Oh, ja, nee, spannend. Toch. Maar we willen toch mensen allemaal inspireren natuurlijk. Hè? En ik zit een beetje te googlen en Artist Booking zegt dat we jou kunnen inhuren vanaf €5.000. Dus dan weet je dat. Volgens mij is het 4.000. Maar... Ja, 4.995. Maar goed, misschien dat staat hier. Oh, ja. Toch, zes avonden in de week treed je op. Om mensen even uit de illusie te halen. Nee. Snap je? Nee, maar toen de tijd. Het is natuurlijk niet zo. Hoe werkt het? Boeken ze jou per show? Sta je gewoon, ben je in loondienst daar? Nee. Dat op de dag wat jij nu ziet, dat is een half uurtje optreden. Dat is niet het bedrag wat je krijgt bij een musical. Nee, toch? Dat is een hele grote desillusie, kan ik je vertellen. Ja, maar heel veel mensen denken, ik wil in een musical. Maar zo rijk word je er niet van, volgens mij. Zeker niet. Nee. Je hoeft geen bedrag te noemen, maar het is gewoon musical een loondienst. Musical doe je omdat je dat, je gepassioneerde vak is. Dat doe je niet om rijk te worden. Laat dat wel even duidelijk maken. Ja. Maar jij moest eigenlijk nog ontdekken dat het echt jouw vak is. Want je deed het voor het eerst. Ja. Je hebt ook geen garantie dat je dat onwijs leuk vindt. Hoe vond je het leuk? Nou, ik vond de musical The Bodyguard onwijs leuk. Omdat die show is zo prachtig. En die liedjes zijn Whitney Houston liedjes. Dat vind ik prachtig om te doen. Ja. Alleen ik merkte wel dat, kijk, musical moet je altijd precies hetzelfde doen. Op precies dezelfde plek, op precies dezelfde intonatie, want je hebt allemaal te maken met geluidtechnici en cues en dingen. Je hebt geen muzikale vrijheid. Mm-hmm. Je zou eventueel misschien een ander adlibje kunnen doen. Een adlib is een frasering van een zin. Ja. Maar dat kon eigenlijk ook niet echt, want de mensen willen gewoon eigenlijk dat je precies Whitney zingt zoals ze Whitney kennen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus voor mij dacht ik wel, ja, als ik ooit weer musical ga doen, dan moet het wel een hele speciale musical weer zijn. Mm-hmm. Want ik ben niet... gaat niet overal zo instappen. Nee, ik ben niet een musical meisje, ik ben echt wel een zangeres. Ja, dat is natuurlijk ook een groot verschil weer. Zeker. Tussen een zangeres en een musical actrice. Ja, een zangeres. Ja. En hoe heeft toch het spelen van deze hoofdrol, hoe heeft dat, wat voor invloed heeft dat gehad op de rest van jouw carrière? Ik weet nog heel goed dat dat het idee was. Ik stond ook niet op de poster. En je had altijd een musical sing-along. Dat is elk jaar. En elke musical geeft een voorstukje van een voorproefje van wat er komen gaat. En ik moest dat doen. En ik vond het zo doodeng. En ze vroegen me ook natuurlijk weer iets super moeilijks te doen. Namelijk I Always Love You. En dan vanuit dat instappen naar een van de andere moeilijkste nummers. Queen of the Night. Dus je bent helemaal aan het schreeuwen. Je bent helemaal aan het los aan het gaan en aan het doen. En dan moet je in één keer heel klein en rustig dat doen. Heel moeilijk vond ik dat. Maar dat was zo'n magische avond. En toen is er een record aantal tickets verkocht bij Stage Geschiedenis ooit. Ja. Dus dat was goed voor Stage. En dat was goed voor de kijkcijfers en dat was goed voor mijn carrière. Ja. En toen mocht ik overal aanschrijven bij een Humberto. Bij elk tv-programma ben ik langs geweest. En dat was de kickstart van mijn carrière. Ja. Absoluut. Ja. En van daaruit ben je ook andere tv-programma's gaan doen. Zo net noemde je al Dance Dance Dance. Je bent programma's gaan presenteren. Ja. Dus ook weer een heel, is heel iets anders. Ik ben toen weer gaan presenteren. Dus toen dacht ik, oh. Wat ging je doen? Vroegen ze me voor de musical singalong een jaar later. Dus eerst zong ik hem zelf en toen later, want Frits Sissing doet in principe elk jaar dat presenteren met een andere presentatrice.
En volgens mij was mijn jaar was het Frits Sissing en Anouk Maas. En toen het jaar erop was ik het dus. En dat beviel hun heel goed. Dus dat ben ik. Ik ben de langslopende presentatrice die dat heeft gedaan. Mooi. Dus ik heb dat zes of zeven jaar gedaan naast hem. Dus dat ben ik gaan doen. Och, wat ben ik allemaal gaan doen? Dancing met Johnny de Mol ben ik gaan doen. Dance als deelnemer dan met mijn moeder. Mm-hmm. Mijn eerste eigen solo was Mijn Vader is de Beste. Dat was zo'n leuk kinderprogramma. Dat was echt fantastisch. Weet ik nog al mijn presentatieklus uit mijn hoofd in de afgelopen 8 jaar. I don't know. Ja, je hebt er een hoop gedaan. Maar van zangeres naar presentatrice. Is dat zo ver weg als dat het lijkt? Of heeft het juist heel veel raakvlakken? Nou ja, ik wilde graag presentatiedingen doen die dicht bij mij passen als ziel, als in muzikaliteit. Mijn Vader is de Beste buitengelaten is de musical singalong, dancing, hitquiz met Kees Tol. Dat zijn allemaal dingen muziek gerelateerd. Dus dat vond ik prettig. Daar voelde ik me veilig bij. Maar ik vind presenteren wel daadwerkelijk wel echt iets anders dan zingen. Ik mocht één keer... geloof ik. De musical singalong moest ik dan en presenteren, maar ik moest dat ook nog in de bodyguard. Dus ik moest ook nog een stukje zingen. Het was echt een super mega snelle quick change. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik toen opkwam en dacht, oh ja, dit is het echt wat ik echt doe. Weet je wel? Mm-hmm. Ik vind presenteren ook super leuk, hè? Don't get me wrong. Maar dit is what I was born to do. Ja. Mijn moeder is zangeres, mijn vader is muzikant, bassist. Mm-hmm. Dit is wat mijn bloed is. En ik ben daarnaast in een coronatijd ben ik gaan acteren. Ook superleuk in GTST. Superleuk. Vond ik echt superleuk. Hoe kwam dat toen ik? Ja. Het kwam op mijn pad. Ja. Ja, ze vroegen een gastrol. Ja. En dat was ongeveer het enige wat nog liep in de coronatijd. Ja. En ik dacht, nou ja, ik was super, super fan van GTST vroeger. Mm-hmm. Dus dat leek me wel leuk om te doen. Ja. Ja. Is ook acteren, maar... Totaal anders dan musical acteren. Precies, ja. Opnieuw vind ik dat, want dat vind ik leuk. Ja. Opnieuw weer in type gegooid worden. Mm-hmm. Want daar moet je heel klein acteren. Want er zit een camera zit recht op je snuffert. En musical is heel groot en heel overdreven. Dus dat was weer heel erg wennen voor mij. Met publiek. En met publiek, dat is ook een hele andere vorm. Ja, en nu heb je een crew. Mm-hmm. Met je meekijkt. Ja. Wat heb ik liever? Ja, wat heb je liever? Publiek. Ja? Ja. En hoe komt dat? Ik hou van live. Mm-hmm. Ik hou van die spanning. Ik hou van die dat het maar één keer goed kan gaan. En ik hou van direct respons terug. Ik hou van spelen met mijn publiek. Weet je wel, ik flirten noem ik het met mijn publiek. Of dat nou in een up-tempo liedje is, of dat is mensen emotioneren met een bepaald soort liedje. Dat vind ik geweldig om te doen. Ja. Daardoor ben ik verslaafd aan mijn vak. Ja, mooi. Mooi die passie. Je hebt ook je debuutalbum heeft ook weer connectie met Whitney Houston, want dat was A Tribute to Whitney. Mm. To a Whitney. Ja, dat was een... Dat was een samenwerking met toen nog de musical. Ah ja. En dat was eigenlijk, dat is eigenlijk niet echt. Ja, dat is. Ik heb ook een pruik op de album van die CD. Mm-hmm. Dat waren de liedjes van de musical die ik zong. Ah ja, ja. Die deed wel heel goed. Ja, die deed heel goed. Ja, 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 ja. Ja, 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 dat komt omdat mensen wilden heel graag, door de musical was een succes. Mm-hmm. Mensen wilden heel graag wat mee naar huis nemen. Ja. En dat kon nu eindelijk. Ja, perfect. maar dan is ook weer anders, want je bent dan wel iemand anders de liedjes aan het zingen. Ja. Ben je op dit moment, je zei al bezig, ben je nu weer bezig met het schrijven. Ja. En dat zijn je eigen liedjes. Dat zijn mijn eigen Nederlandstalige liedjes. En ook nieuw is dat jij die zelf schrijft volgens mij. Ja. Ja. Eerder liet ik die. Ja, was ik natuurlijk wel bij het schrijfproces, ja. Natuurlijk. Hè? Maar. Maar is heel normaal, toch? Dat is heel normaal. Precies. Dat is heel normaal. Ik denk dat Whitney geen één liedje heeft zelf geschreven. Nee. Ik heb recentelijk voor het eerst zelf een liedje geschreven. En dat was zo. Dat was zo'n bijzondere ervaring. Dat was zo bevrijdend. Dat ging over een heel persoonlijk onderwerp, wat ik eigenlijk helemaal niet wilde aanstippen. Waarbij zo'n schrijver natuurlijk juist gaat zeggen, dat gaan we aanstippen. Maar er kwam iets heel moois uit en dat ga ik volgend jaar releasen. En daar wil ik nog niet veel over zeggen, maar
Dat vond ik zo mooi dat ik dacht, oh ja, dit wil ik verder ontwikkelen. Dus in oktober ga ik ook op Writing's Camp met, zeg maar, dat is een kamp, niet zoals gewone Writing's Camp, dat allemaal schrijvers dingen voor jou gaan maken. Maar dit zijn allemaal mensen die voor zichzelf gaan schrijven met elkaar. Dus we gaan allemaal met elkaar, we kennen elkaar allemaal niet. We gaan een week met elkaar in Spanje zitten en we gaan gewoon elke dag muziek maken. We gaan ook van elkaar leren en weet ik het allemaal. Ben heel benieuwd daarnaar. Leuk. Ja. Zijn het andere bekende zangers en zangeressen ook? Nee. Ik heb geen idee. Nee. Dat zou kunnen. Je ziet het daar wel. Ik zie het daar. Ja. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat mijn vocal coach erbij is. Mm-hmm. En ik ken één gitarist, omdat ik die toevallig al vanaf baby ken. Vanaf een vriendin van mijn moeder. Goed. Maar de rest heb ik geen idee van wie het is. Nee. Merk je dat je nog steeds een betere zangeres wordt? Zit er nog ontwikkeling in of is meer onderhouden? Je zou dat wel altijd moeten streven, vind ik. Of ik dat nu aan het doen ben. Goeie vraag. Weet je bijvoorbeeld, hier zou ik meer aan moeten werken. Want deze tonen, die hou ik nog niet het optimale eruit bijvoorbeeld. Nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel nog steeds dat ik bijvoorbeeld een aanvraag krijg voor een optreden. Waarmee mensen me dus voor weet ik veel, voor wat jij dat bedrag net opnoemde. Heel fijn, dankjewel daarvoor. Dan zeggen ze, nou, ik wil dat je dit liedje zingt, wat ik dan niet ken. En dan vraag ik mijn vocal coach van, oké, zullen we even dit samen doornemen? Want ik wil wel dat ik het perfect aflever, mm-hmm. zeg maar. Ja. Dat doe ik nog steeds. Mm-hmm. Ja, op die manier onderhoud ik wel. En heel af en toe ga ik dan nog wel naar hen toe om I Always Love You met hen door te nemen. Want er sluipen gewoon soms wat dingetjes in, die gemaksdingetjes. Extra adlippen hier en daar of een extra. Ja, er sluipen wat dingetjes in. En dan zeggen, en is hij heel streng op mij. Hij is de enige die streng op mij durft te zijn. Mm-hmm. En ook de enige van wie ik dat pik. En dan neem het weer even door en dan is dat weer even rechtgetrokken. Ja. En ik vind dat iedereen dat moet doen. Ja. Elke zanger of zangeres. Ja. Ja, op die manier kun je zelf naar een hoger niveau blijven sturen. Voetballers blijven er ook gewoon trainen. Toch? Ja, met een precies. Trainer. Ja, zeker. Je gaat niet onvoorbereid wedstrijd in, toch? Lijkt me niet verstandig. Hoe belangrijk is social media voor een allround entertainer als jij bent? Tegenwoordig heel belangrijk. Mijn moeder zegt wel eens tegen mij, oh, was je maar gewoon lekker bekend in mijn tijd. Dat is zoveel lekkerder. Want dan zag je je fans in je instores. En de fans konden mail sturen en that's it. Ja. Maar nu krijg je letterlijk gelijk in je DM. Wat heel gezellig kan zijn en heel fijn en heel liefdevol. Wat ik dan ervaar ik het ook. Gelukkig ervaar ik niet heel veel haat. Maar er zitten wel eens wat berichten tussen. Waarvan je denkt, nou, moest je dat nou zeggen? Zou je ook toch niet recht in mijn gezicht zeggen, of wel? Precies, ja. Maar goed, social media is belangrijk. Dus ik lees wel al mijn privéberichten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik ook mijn nare berichten lees. Dat betekent ook dat ik heel veel lieve berichten lees. Ja. Laatst kreeg ik een berichtje. Ik was heel eerlijk over mijn heartbreak. En toen zei ze, ja, ik heb heel veel naar jouw liedje, jouw versie van You Are The Reason geluisterd toen ik door mijn heartbreak ging. En dat heeft me zo doorheen geholpen. En toen door dat te lezen dacht ik, ja, zie je, dit is waarom ik mijn vak doe. Want dat heb ik natuurlijk ook. Ik luister natuurlijk ook heel graag nu all by myself van Celine Dion huilend onder de douche. Die fase zit ik nu nog even in. Zing je het niet zelf dan, nu voor jezelf? Nee, dan ben ik aan janken. Ja. Ja. Dus, maar dus en dus kijk ik naar Celine Dion op, want die helpen dan daar doorheen. Of die, en daarna luister ik weer live, weet je wel. Dan heb ik weer paar songs. Of als ik een Beyoncé, whatever. In ieder geval, ik bedoel te zeggen dat als ik dat voor andere mensen kan zijn, is dat dan maakt dat al het nare van mijn vak, of van social media, maakt dat waard. Ja. Een carrière in de spotlights betekent ook dat je moet kunnen omgaan met kritiek. Mm-hmm. Hoe ben jij omgegaan met eventuele negatieve kritiek? Ik ben mezelf mijn eigen grootste criticus. Er is niemand kritischer dan jijzelf. Dus ja, als ik kritiek krijg, heb ik dat al lang tegen mezelf al gezegd. Al. Mm-hmm. Vind ik dat al lang al van mezelf, dus dat doet me niet zo heel veel. Ja. Heb je nog, op zich is dat zo makkelijk gezegd, doet me niet zo heel veel, maar als andere mensen te maken krijgen met kritiek of tegenslag, hoe zou jij dat? Ik probeer altijd te, soms krijg ik wel eens van die moeders. Dan hebben ze een profielfoto van 3 kinderen. En dan zeggen ze iets naars over mij. En dan probeer ik hun in te laten zien van, goh,
Hoe zou u het vinden als dat tegen uw dochters wordt gezegd? Ik probeer gewoon uit liefde en ook een beetje uit van... heb je door dat je wat je zegt niet zo lief is? Mm-hmm. En niet in defensive te gaan, maar juist een beetje meer zo van... oh, ik hoop dat je inziet dat wat je nu hebt met mij gezegd niet zo lief is. En misschien mij dat wel kwetst. En ik hoop dat je tegen anderen wat liever bent. Of wat liever gaat worden. Ja. Probeer echt meer lieve positiviteit terug te geven. Mm-hmm. Of zo. Het om te keren. Ja. Of ze te laten inzien. En meestal krijg ik dan ook terug. Oh, je hebt helemaal gelijk. Shit, ja, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Meestal verwachten mensen niet dat je het gewoon leest. Mm-hmm. Mensen lezen het. Ja. Even voor iedereen die nu luistert. Iedereen leest het gewoon hoor. Elke influencer. En het raakt ons ook gewoon. We zijn net zo vlees en bloed als ieder ander. Alleen ik probeer het gewoon heel erg te zien als... de laatste tijd op social media. Iedereen spuit gewoon... je voelt je kut. En dus zie je iets wat je van je iets vindt. En normale mensen... of die wel, ik denk er misschien wel wat van. Dan hou ik dan voor mezelf. Maar diegene, die persoon, denkt dan... weet je, daar ga ik wat over zeggen. Ja, het is weer lelijk. Dit is... en die gaan het dan uiten. En ik hoop dat ze op een gegeven moment naar een tijd gaan... naar de maatschappij gaan, dat we dat gewoon niet meer doen. Dat we het gewoon voor onszelf houden. Of stuur het lekker door naar je vriendin. En ze zegt, oh, het heeft zijn lelijke dit. Maar doe het niet in het gezicht van die persoon. Dat mm-hmm. zou je namelijk in face-to-face ook niet doen. Zeker. Dat zou er niet regels voor moeten komen. Oh, dat zou ik zo graag willen. Ja. Ik zou zo graag een programma willen maken. Dat je dan naar de mensen toe gaat. Die dan anoniem... dat je daar die... gaat confronteren met... Ja, van oké, dus jij vond mij echt super, super lelijk. Waarom ja. dan? Wat vind je dan zo lelijk aan mij? Mm-hmm. En waarom wil je dat zo graag online tegen mij zeggen? Kijk hoe ze dan reageren. Ja. Ik denk heel anders. Ja, zeker. Absoluut. Hey, iets anders. Over iets anders gesproken. Jij hebt ook net een heel gezellig kookboek uitgebracht. Dat klopt. Vertel. Ja, ik ben dol op eten. Mm-hmm. Al heel mijn leven. En tijdens coronatijd had ik heel veel tijd om lekker veel te koken en te doen. En veel vriendinnen vroegen dan om mijn recepten. En dacht ik, oké, ik ga opnieuw uitschrijven. Weer opnieuw uitschrijven. En op een gegeven moment dacht ik... en het werd heel goed ontvangen, al die recepten. Dacht ik ga dat bundelen. En waarom maak ik hier niet gewoon een kookboek van? Want ik denk nog steeds, bestond het niet dat je een kookboek hebt die twee kanten heel erg belicht. Dus die beide moods, zo heet het ook, Romy's mood for every food for every mood. Dat het dus voor every mood die jij hebt, dus soms heb je gewoon heel erg zin om all by myself te luisteren en McDonald's te bestellen en ijs te eten en gewoon helemaal los te gaan en helemaal je ziel te bevredigen. En soms wil je gewoon heel graag lekker in je vel zitten. Mm-hmm. En goed zorgen voor je lichaam en gezonde dingen eten. En ik had nog niet echt gezien een boek die beide kanten belicht. Want ik geloof wel heel erg in balans. En ik geloof heel erg dat je niet het een kan uitsluiten. Mm-hmm. Want je moet gewoon ook wel gewoon McDonald's gaan eten. En je moet ook gezond voor je lichaam. Zo. Ja, je kan niet elke dag McDonald's eten, maar je hebt ook niet zin om elke dag salade te eten. Het kan wel, maar ik denk niet dat je er heel gelukkig van wordt. En ik denk ook dat op langere termijn ongezond is voor je lichaam. Mm-hmm. En voor je mind. Ja. En dus weer gewoon voor je lichaam. Ja. En hoe zag dat proces? Op een gegeven moment, ja, laten we dat doen. We gaan een boek maken. Ja, toen dacht ik, oh, maar dat is super makkelijk, want ik heb alle recepten al. Ja. Alleen moest ik ze opnieuw gaan schrijven en echt heel erg precies op millimeter en zo. En ik kook heel erg op gevoel. Mm. Dus dat is het enige wat ik moeilijk vond. Maar verder was het eigenlijk vrij makkelijk als het zo gemaakt. Ja, ja is zo snel, staat dat erop? Nou ja, misschien voor normale mensen die echt... ja, recepten gaan testen en koken zo. Maar ja, ik heb gewoon gemaakt wat ik lekker ja, vind. Ja. Dus take it or leave it, weet je wel. Ik heb gewoon gedacht, ja, dit is het. En ik heb wel gekeken naar de balans van... oké, er moet evenveel zowel de ene kant als de andere kant zijn. Dus daar heb ik nog even naar gekeken. En we hebben een hele uitgebreide fotoshoot gehad. Daar ja. heb ik heel erg naar gekeken. Met Jasper ook? Of heeft iemand anders gefotografeerd? Nee, Jasper. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. We waren toen ook gewoon nog samen. En hij begreep ook het beste.
hij is gewoon heel goed. Dus de Jasper. En hij begreep ook het beste dat ik aan beide kanten Romy wilde zijn. Maar ook aan beide kanten moest je ook in de fotografie wel een beetje verschil zien. Mm-hmm. Maar niet te veel verschil. Ja. Want dat is nog steeds Romy. Want je moet niet een ander persoon willen zijn of zo. Het moet nog steeds gewoon Romy zijn, zeg maar. Ja. En in hoeverre helpt een kookboek in jouw carrière als zangeres en presentatrice? Helemaal niet, nul. Nee. Dus is dit puur omdat je het leuk vindt gemaakt? Ja. En er zit geen enkele zakelijke gedachte achter verder? Nee. Ik dacht gewoon, ik ga dit gewoon doen, waarom niet? Ja, weet je wat het is? Als iemand mij een paar jaar geleden had inmiddels al heel wat jaren geleden gezegd, je gaat ooit een musical doen, de hoofdrol, had ik gedacht, ja, dag, nooit in mijn leven. En toen ik in musical zat, als iemand toen had gezegd, je gaat ooit een presentatrice worden, dacht ik, dag, nooit in mijn leven, of actrice. Dus nu dacht ik, ja, waarom zou ik niet gewoon een kookboek doen? En ook op de vraag, als je niet stellen hoor, waar sta je over 5 jaar? Want ik heb geen idee. Nee. Ik heb echt geen idee. Want ik, als het maar mensen, ik merk wel dat ik het dus heel leuk vind om mensen dus, want ook een kookboek maken is ook mensen een plezier doen. Mm-hmm. Is ook mensen in een way entertainen of bedienen. Ja. Dus ik merk dat ik dat denk altijd wel blijf doen. Maar in welke vorm? Geen idee. Nee. Blijf wel altijd zingen de rest van mijn leven. Dat wel 100%. Maar wat ik verder allemaal ga doen, who knows? Hoe leuk dat ik dan nog niet weet. Waar zie jij jezelf over? Nah. Nee, die staat niet op het vragenlijstje. Maar, gelukkig maar. Wel ambiëren heel veel vrouwen een carrière in de showbiz. Jij doet zingen, presenteren, acteren. Jij bezit. Ik doe het. Jij doet het. Ik doe het. Jij doet het. Dus jij weet ook hoe je die vrouwen tips kan geven. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want in principe zou ik zeggen, ga een opleiding volgen. Toch? Tot doe een Lucia Marta's of zo. Ja, alleen, ja, ik ben er dus gekomen met een totaal ander pad. Dus mijn advies is, als je iets echt heel graag wil, werk er dan gewoon heel hard voor. En dan kom je er. Mm-hmm. Kijk, als je niet kan zingen, dan wordt het een lastig verhaal. Als je heel vals zingt, dan word je geen zangeres, kan ik je vertellen. Maar als jij een beetje kan zingen, dan kom je er wel. Als je het echt graag wil, dan ga je heel veel zanglessen volgen. Dan ga je heel goed kijken naar je voorbeelden. Dan ga je dat wel, ik bedoel, ja. Ja, dat is toch ook de basis voor jou, het zingen. En van daaruit zijn alle andere balletjes gaan rollen, toch? Ja. 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 En waar ben je nu concreet mee bezig? Wat staat er op de planning? Nou, nu staat sinds de recentelijke break-up op de planning werk en rust. Ik heb mijn eerste solovakantie geboekt. Ik ga heel veel schrijven. En ik denk dat ook schrijven over de break-up en dat het heel veel helend kan zijn. En ik hoop dat dan in de winter heel veel liedjes kunnen releasen. Ja. En dan heb ik op een dikke vette hit. Zeker, want dat is toch een van jouw grote ambities? Ja, ja. Ja, ik heb dus totaal niet de ambitie om bijvoorbeeld een Ziggo Dome te vullen of zo. Of internationaal te gaan of zo. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar het lijkt me gewoon te gek als heel veel mensen meezingen met jouw liedje. En heel veel mensen zeggen, nou ja, nu hadden ze dan You Are The Reason. Dat is natuurlijk niet mijn liedje. Maar dat ze zeggen, oh, jouw liedje heeft me zo geraakt. Of van jouw liedje word ik zo blij. Of dat lijkt me gewoon heel erg gaaf. Ja. Gewoon een dikke vette hit scoren. Dikke moet vette toch kunnen hit. Met zo'n gouden strot die jij hebt. Ja, alleen als ik de gouden formule wist. Ja. Er zijn meerdere mensen met gouden strotten die geen hits scoren. Mm-hmm. Niemand weet de gouden formule. Nee. Het moet gewoon één keer moet het zo rollen. En moet het in één keer klapt het en dan is het er. Ja. Nou, ik blijf het allemaal nadrukkelijk in de gaten houden. mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw komst. Heel leuk om je weer te zien en te spreken. Tuurlijk, graag gedaan. Alle luisteraars ook weer gezellig dat jullie intuneden. Vergeet ons niet te volgen op fchamp.podcast op Instagram en TikTok. Yes. En Ramon, ben je er nog? Zeker ben ik er. Ja. Jou weer bedankt, was gezellig. Zeker. Volgende week weer een nieuwe, hele leuke aflevering van seizoen 2 van Vrouwen aan de Top. En check jullie dan.